Zo'n 30 kunstenaars exposeren hun werk met als thema dromen. De organisatie is blij dat Brunsum de onlangs gerenoveerde pomphuizen ter beschikking stelde. Nou, wij hebben hier meer geëxposeerd en vonden dit zo'n schitterende locatie. En toen bleek dat het verbouwd was. En we hadden belangstelling en zeiden, nou, kom maar hier exposeren, dat vinden we prima. En toen hebben we ook een aantal kunstenaars van hier uit Brunsum gezocht en gevonden die ook mee wilden doen. Wel eens onsamenhangende dingen die dan... Wat droom je precies over? Heel verschillende dingen, maar wel vaak met familie en bekenden. Dat is eigenlijk wel heel typisch. Is de eerste officiële activiteit die in de gerenoveerde pomphuizen plaatsvindt.